Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Charlotte van Irino en in dit journaal brengen wij het nieuws in het Nederlands. We beginnen onze uitzending met de toespraak van gezaghebber Edison Reiner over de volgende coronamaatregelen die geldig zijn tot 4 februari 2022. Bonaire gaat niet in lockdown. Vanaf het begin van het jaar zien wij dat het aantal mensen dat besmet raakt met Omicron variant blijft stijgen. Deze week hadden wij twee mensen die aan het virus zijn overleden. Wij leven mee met de families. Vandaag hebben we 900 actieve casussen en 6 personen in het ziekenhuis hier op Bonaire. Het is tijd om de maatregelen aan te scherpen. Gelukkig hebben wij nog niet zoveel mensen in het ziekenhuis liggen vanwege de COVID-19. Maar er zijn wel veel mensen in quarantaine of in isolatie en dat zorgt ervoor dat de zorg onder druk staat. Het is bekend dat Omicron zich snel verspreidt. We willen vermijden dat er meer druk op de zorg ontstaat en daarom willen we het aantal contacten tussen de mensen terugbrengen, zodat het virus zich minder snel verspreidt hier op Bonaire. Daarom zullen wij vanaf morgen, 15 januari tot en met 4 februari aanstaande, de volgende maatregelen laten gaan gelden. Het is verboden om met een grote groep bij elkaar te komen. Er geldt een maximum van 10 personen van maximaal 2 huishoudens in de openbare ruimte. Het is niet meer toegestaan om evenementen te organiseren en de afgegeven vergunningen die worden ingetrokken. In de horeca mogen maximaal 4 personen van 2 huishoudens aan een tafel zitten. Er mag maximaal 50% van de capaciteit gemaakt worden. De horeca zal om 10 uur 's avonds sluiten. Dit geldt ook voor restaurants en bars in hotels. Gedurende de plechtigheid van bruiloften en begrafenissen mogen er 30 mensen aanwezig zijn. Het wordt geadviseerd dat kerken hun diensten digitaal houden of anders met niet meer dan 50% van de capaciteit. Het advies is ook om niet te zingen gedurende de dienst of mis. Er mag buiten gesport worden, maar zonder publiek. Bij binnensportscholen mag er 50% van de capaciteit gebruikt worden. Bij buitensportscholen is er geen limiet. Bij contactberoepen zoals kapers en fysiotherapeuten moeten mondkapjes gedragen worden en regelmatig geventileerd worden. Casino's en bioscopen moeten om 10 uur 's avonds sluiten en mogen 50% van hun capaciteit gebruiken. Iedereen die zich op publieke plaatsen begeeft en in winkels, openbaar vervoer, overheidsgebouwen en horeca moet een mondkapje dragen. Mensen vragen mij geregeld om het instellen van een avondklok. Ik wil aangeven dat dit een verregaande maatregel is die de vrijheid van ons allen beperkt. Gelukkig zitten we nu nog niet in de situatie dat een avondklok nodig is. Zal dat weer zo ver komen, dan zullen we ook niet twijfelen om dat in te voeren. Maar voorlopig is dat niet nodig. Ik wil ook een beroep doen op werkgevers dat zij geen mensen laten werken die in isolatie of quarantaine horen te zitten. De arbeidsinspectie en de afdeling toezicht en handhaving houden hier toezicht op. Ik zal nu vertellen over de nieuwe inreismaatregelen voor Bonaire. Vanaf zondag 16 januari aanstaande zullen we alle landen van de wereld beschouwen als hoogrisicolanden. Reizigers hoeven bij aankomst niet meer een zelftest te doen en ook de test na 5 dagen vervalt. Ook vervalt de quarantaine voor niet volledig gevaccineerden. Reizigers die volledig gevaccineerd zijn, kunnen dan weer inreizen met een antigeentest van 24 uur voor vertrek of een PCR-test
van 48 uur voor vertrek. Voor niet volledig gevaccineerden blijft gelden dat zij een PCR-test moeten doen van 48 uur voor hun vertrek naar Bonaire. Tot slot wil ik zeggen dat we tot nu toe niet hebben gekozen voor een volledige lockdown zoals verschillende landen en eilanden rondom ons heen. Als echter de aantallen verder stijgen, zullen we dit misschien alsnog moeten doen. Maar voorlopig is dat niet het geval. Maar daarom vraag ik iedereen om het niet zo ver te laten komen. Dit hebben we zelf in de hand. Als je nog niet hebt gevaccineerd of de booster nog niet hebt, ga hem nu halen. Laten we het aantal contacten dat we hebben beperkt houden, maar laten we wel naar elkaar omkijken. Laten we er voor elkaar blijven zorgen in deze tijd dat er veel mensen ziek zijn of thuis moeten blijven. Laten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en ons allen aan de regels houden. Er zijn honderden mensen besmet geraakt door het coronavirus. Dr. Michael Mercure van Publieke Gezondheid PG geeft de volgende cijfers aan. De Omicron-variant van het coronavirus is veel besmettelijker dan eerdere varianten. Veel mensen hebben het virus opgelopen in de afgelopen feestdagen. Deze week zijn er ongeveer 150 mensen per dag besmet. Vorige week was dat er maar 100. Dat betekent dat deze week in vergelijking met vorige week er 50 meer mensen elke dag besmet worden met het COVID-virus. De meeste besmettingen vinden plaats in de leeftijdsgroep 19 tot 34 jaar. Dat is ongeveer de helft van de besmette gevallen. Tijdens de feestdagen zijn veel mensen besmet geraakt met het COVID-virus. Het vaccin werkt ook minder goed na verloop van tijd. Daarom is het heel belangrijk dat u gevaccineerd bent en als u gevaccineerd bent dat u de boostervaccinatie haalt, zodat u beter beschermd bent tegen COVID. Van de patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen in de afgelopen week, zijn 60% niet gevaccineerd of niet volledig gevaccineerd. Met andere woorden, het is best wel werkzaam als u gevaccineerd bent, want de kans om opgenomen te worden is een stuk kleiner. Mensen die het virus oplopen, moeten meteen in isolatie. Degenen om hen heen die nabij contact hebben gehad, meer langer dan 15 minuten, die moeten meteen in quarantaine. Hoe minder contact er is met andere mensen, hoe beter we kunnen zorgen dat het virus zich minder goed verspreidt. Door isolatie en quarantaine kunnen veel meer mensen nu niet naar het werk of niet naar elkaar toe. Ook bij PG speelt dit een rol. PG heeft dus ook een gebrek aan personeel in vergelijking met voor de Omicron-variant aankwam. Als gevolg hiervan lukt het niet altijd bij PG om iedereen op tijd te bellen om hun uitslag mede te delen. Het is ook moeilijker geworden om iedereen onderzoek te doen naar de bron en contact, omdat we te weinig zoveel mensen hebben die besmet zijn en meer mensen hebben die het werk kunnen doen. En het andere probleem dat wij ervaren bij PG is dat wij niet in staat zijn om iedereen te bellen om te vertellen wanneer ze wel en niet uit isolatie kunnen. Om hiermee te helpen is het heel belangrijk dat u aan PG uw e-mailadres voorziet, zodat wij via e-mail kunnen communiceren en dan kunnen wij meer mensen tegelijkertijd van hun boodschap voorzien en vertellen hoe of wat ze moeten doen. Tevens is er op de website bonairecrisis.com informatie over isolatie en quarantaine welke u kunt gebruiken om te besluiten als u na 7 dagen zonder klachten en na 7 dagen in quarantaine en isolatie en 24 uur zonder klachten uit isolatie kunt gaan. Het is tegenwoordig ook mogelijk om jezelf te testen. Mocht je een zelftest doen die positief is, ga dan meteen in isolatie en bel PG voor een afspraak 0800 0800, zodat je bij PG getest kan worden om te bepalen of je inderdaad positief of negatief bent. Dit is om te kijken of je inderdaad positief of negatief bent als je de test bij PG. Tot slot wil ik iedereen vragen zich te laten vaccineren en de boosterprik te halen en hierdoor het aantal besmettingen te voorkomen en Bonaire beter te beschermen. Dank u wel. Tijdens het online persconferentie konden de persleden enkele vragen stellen omtrent de nieuwe maatregelen van COVID-19. Volgens Dr. Loes Jaspers zal publieke gezondheid
de bevolking van Bonaire hun testuitslagen via e-mailadres benaderen. Het probleem zit erin dat er natuurlijk een heleboel besmettingen zijn op Bonaire en dat wij ook uitval hebben in onze eigen processen. En ondertussen de zorgvraag van de mensen op Bonaire is toegenomen. Dat kunnen wij met minder medewerkers natuurlijk niet dragen. Dat is de reden dat wij aan mensen vragen om bijvoorbeeld verspreid over de dag te bellen. En dat mijn collega Mike net ook in zijn toespraak heeft gezegd dat wij gaan mensen ook met e-mail benaderen. Als wij mensen hun e-mailadres hebben, kunnen wij sneller en gemakkelijker mensen van hun uitslag voorzien. Slaghebber zei al even, ja, de zorg staat nu onder druk. Kunt u iets meer vertellen over hoe kritisch die situatie is? Wij houden nauw contact met al onze zorgpartners, dus ook onder andere met de ouderenopvang natuurlijk en met de huisartsen en met mental health care. We weten dat in het ziekenhuis op dit moment nog wel genoeg capaciteit is. Er zijn ook extra collega's bijgekomen in het ziekenhuis. Dus we houden nauw contact om te kijken en of we ervoor kunnen zorgen dat de ouderen wel terecht kunnen. Zodat ze niet bijvoorbeeld in het ziekenhuis terechtkomen omdat er niet op een andere manier opvang is. Op dit moment voeren we die overleggen in ieder geval wekelijks en soms zelfs dagelijks als dat nodig is. The doctor said that 70% of the people in the hospital are not vaccinated. Are those people all just in the hospital or are they in the ICU? We haven't received anything about the ICU lately in the report. Well, the number of ICU admissions is very low, so we cannot really make a split out with regard to this. For the time being, at this moment, there's one patient in the ICU. Is there an age? The average age in the hospital is around 59 years old. I have a question about cruise ships. Right now, they're being monitored and given status by color, yellow, green, yellow, orange, red. We've had several that were yellow and a couple that were orange, meaning yellow means COVID was present, orange means it's very present, and red means it's taken over, essentially. How are we keeping this under control? Are we not allowing different ships to come in if they have the yellow or the orange or red status? We look at those statuses, and even more so, we look at the health declaration forms. Because those are most of the time more accurate and more recent than the status of a boat. Als we geen test meer doen op de vijfde dag na aankomst, betekent natuurlijk niet dat we niks doen. Want alle reizigers die binnenkomen moeten wel een pre-travel test doen. Dus voordat ze vertrekken moeten ze een PCR-test doen als ze gevaccineerd zijn of een antigeen. En de ongevaccineerden moeten een PCR-test doen. En in die zin vangen we eigenlijk al de meeste reizigers af. Daarnaast moeten ze natuurlijk een gezondheidsverklaring invullen. En die gezondheidsverklaring wordt ook door publieke gezondheid gecontroleerd. Dus in die zin is het niet dat we niks doen met het afschaffen van de PCR op de vijfde dag, maar heeft het gewoon zijn doel bereikt, is het eigenlijk al gedaan. Dus vandaar dat we dat nu niet meer hoeven te doen. Er zijn veel gestelde vragen of Bonaire het coronavirus zal gaan behandelen als een griepvirus. Volgens Loes Jaspers is dit nog te vroeg te bepalen om de vergelijking met de griep te maken. Maar het publieke gezondheid Bonaire volgt de ontwikkeling met belangstelling. Ik heb net voor deze persconferentie naar de persconferentie in Nederland zitten kijken. Maar dat de horeca blijft dus daar economische hulp krijgen en financiële hulp krijgen met de omzet die ze dus mislopen. Nu moet de horeca hier in Bonaire weer om 10 uur dicht. Die zeggen van ja, de uren tussen 10 en 12, dat zijn de uren die waar wij meest verdienen. Is er enige vorm van ondersteuning vanuit Nederland om dit ook voor horeca, wat natuurlijk financieel een behoorlijke klap is, op te vangen? Op dit moment zijn er geen steunen vanuit Nederland. Ik moet wel zeggen dat er naar wordt gekeken door ministeries in Nederland om eventueel die steunen te gaan geven aan bedrijven die hier schade aan lijden. Wat mij ook opviel in de persconferentie was van, jongens, we moeten het eigenlijk niet meer als een crisis zien, wij moeten het als een situatie waar we langdurig mee zullen moeten leren leven. Dat vind je eigenlijk overal in de wereld, vind je dat soort signalen. Natuurlijk kan je natuurlijk niet de ziekte afschaffen, maar je kan wel zorgen dat de economie weer wat normaler gaat draaien. Zijn er in Bonaire dat soort gedachten ook?
Dat soort gedachten zijn hier ook. Gezien onze maatregelen ook, ik heb het ook in mijn toespraak gezegd, wij gaan nog volledig niet in lockdown. Dus in dat kader proberen wij ook meer en meer onze bevolking te laten leren leven met het virus. Als het virus heel ernstig verloopt en er moeten heel veel mensen overlijden, dan is dat ook voor het virus eigenlijk niet de beste weg. Dus het virus zal waarschijnlijk wel een bepaalde balans gaan vinden met de mens, waarbij het op termijn steeds minder ernstig zal gaan verlopen. We zien bij Omicron natuurlijk ook dat dat eigenlijk al een beetje aan het gebeuren is, omdat het lijkt dat deze variant wel besmettelijker is. Daar heeft het virus natuurlijk belang bij, dat veel mensen daar ziek van worden, dat het zich kan verspreiden, maar dat het wel veel minder ernstig lijkt te verlopen. Ik verwacht dus ook eigenlijk wel dat de discussie die er nu gaande is in onder andere Spanje, die het eigenlijk al hebben afgeschaald naar een griepje en niet meer zwaar inzetten op maatregelen. Ik verwacht wel dat daar een wereldwijde discussie over op gang zal komen. En in Nederland is het op dit moment dus nog steeds wel zo dat COVID-19 is een A-ziekte. Dus dat betekent dat de minister ervoor verantwoordelijk is om effectief en optimaal in te zetten op die bestrijding. En tot het moment dat het wordt afgeschaald naar een B-ziekte of een C-ziekte, zullen we vastzitten aan deze maatregelen. Dus ik denk ook dat het belangrijk is om met onze collega's ook te blijven agenderen. En van waar staan we nou en is het allemaal nog proportioneel dat we doen. En we volgen die ontwikkelingen natuurlijk met belangstelling. Wij gaan nu naar de reclame en zijn zo bij u terug. Dames en heren, vanuit de schatkamer van de Bondigro willen wij u van harte uitnodigen om weer naar Duo Penotti te kijken. Elke vrijdag, na Vega di Nummer, om 20 over 8. Televidente na, at nostra trove, torcia bierna a noci, dus bezig Vega di Nummer, 20 passati 8. Natuurlijk, alleen op Nos TV te zien. Het kanaal nettamente Bonaireano. Saludos televidente. Mi que invitavo pa tour già domingo, mitari 9 a noci, pa vos sintonizar, dale clave. Caminda ami Giovanni Mercera, tabai papia cu e artista. Boneriano Bibana Boneiro, e artista Boneriano Biba Afo, es un noto Boneriano Bibana Boneiro, y es un internacional. Sintoniza, no se ve, bo canal netamente Boneriano, tu già domingo, mitari 9 noci, y repetición, riba chamar, después si juega di number, Boneiro, no perdie! Plataforma Farandulero TV, un programa cargado de entrevistas y farándula, con cobertura de turnos islanan, presentado por Sadi Klaber. Todo el domingo a noche, mitad de 10 con repetición, ya webs 10 para 9, senté aquí en nuestra TV, en el canal netamente bonaireano. Plataforma Farandulero TV, presentado por Sadi Klaber. Cas de emoción, también la nuestra crea espacio para crecimiento mental, emocional y así na eleva tu vida personal. No te importa tu raza o sexo, cas de emoción, vitamina para mente, alma y espíritu. No perder, cas de emoción, purga luna noche mitad de 9, aquí en nuestra TV, el canal netamente bonaireano. Share nos website cubo ser nan keri den exterior y la ganan tambe experiencia nos programación www.nostvbonera.com Wak nos TV, una cubota.
Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Er zijn veelgestelde vragen of Bonaire het coronavirus zal gaan behandelen als een griepvirus. Volgens World Health Organization, elk variant van het COVID-19-virus, inclusief Omicron, is gevaarlijk en kan ernstige ziektes, overlijdingen en verdere virusmutaties veroorzaken. We cannot end the pandemic and have the virus become quote-unquote endemic in one country while the rest of the world deals with the pandemic. That's not how this is going to work. But how we come out of this, and we will come out of this, because this pandemic will end, when it ends, is really up to us collectively. So we not only need to increase vaccination coverage among those who are most at risk in every single country, not just in some, we also need to take measures to reduce the spread. And we have tools at hand. We're just not using them as effectively as we can. We expect, number one, that the virus will continue to evolve and become more fit, more or less severe. We will have to see what happens as this virus evolves. Second, we expect to see outbreaks among unvaccinated individuals, among people who are not well protected. We expect as population increases, as population mixing increases, and as other respiratory pathogens are circulating, like influenza, for example, we expect that there will be concurrent outbreaks of other diseases because people are mixing. So we have to plan for that and ensure that our surveillance is integrated for respiratory disease surveillance. And we expect that we can reduce severe disease and death by using vaccination, but also by improving clinical care, getting people into that clinical care pathway. How that actually unfolds depends on how we use the interventions at hand. Seeing Omicron outcompete Delta in many populations where Omicron is becoming more prominent compared to Delta. To be able to predict what will happen in the spring depends on many different factors. And again, this virus is on its way to becoming endemic. There's no question about that. But we are very much right now in the middle of this pandemic. At transmission levels that we see right now, at the intensity of spread that we see, at the level of impact that these cases are having on our essential medical services, on essential services, on hospitalization rates, which are increasing in a number of countries. And now, certainly, we see less rates of hospitalization, but the sheer volume of cases is really putting a heavy burden on our healthcare systems. So the impact that we are seeing is really quite substantial. This is off the charts. How we come down from that, how we turn that peak and the case numbers go down, I think will depend on a number of things as it relates to vaccination coverage, as it relates to population level immunity from past infection, as it relates to the interventions that are in play. This will likely not be the last variant that you hear us speak about. So we have a little bit of an unpredictability. We don't have the same predictability like we have with influenza, where we have a typical seasonal pattern. We may get there with COVID-19, but we're not there yet. So we're cautious about making very firm predictions about what may happen, because each country is dealing with this pandemic differently in terms of their strategy, in terms of the implementation of their control measures, in terms of their adjustment of those control measures. And what we need is a collective renewal. The DG said this in his last, I think it was also the last press conference, a renewal to this comprehensive approach to fighting this collective threat that we face. Op 18 januari vond de opening plaats van de eerste fase van Sabal Palm Park. Dit project is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Bomberde, de Montgomery Botanical Center, Seekology, Cargill Bonaire en het OLB. Door het plaatsen van een hek is momenteel het belangrijkste deel van de populatie van de Sabal Palm beschermd tegen ezels en geiten. We hebben geld gekregen van een Amerikaanse organisatie en in samenwerking met onder andere Cargill en het bedrijf Bomberde hebben we het voor elkaar gekregen om het belangrijkste gedeelte eigenlijk van die populatie te omheinen. Dat wil zeggen dat nu dit deel eigenlijk beschermd is tegen geiten en ezels. En dat binnen dat hek dus de nieuwe sabelpalm kan groeien zonder dat ze opgegeten worden. Dat is heel erg belangrijk. Maar ja, we willen natuurlijk wel wat meer dan het alleen maar beschermen. Want nu zit er een hek omheen, kunnen mensen er niet komen. En we willen juist mensen van Bonaire, mensen van heel de wereld ook laten zien dat het een hele unieke soort is. Dus we zijn nu bezig eigenlijk
met het beginnen van fase 2. En hopelijk kunnen we daar met de samenwerking van de OB snel aan beginnen. En dat zal het Bonaire Sabelpalm Park worden. En dat is ook echt opengesteld voor het publiek. Dan kunnen mensen zelf komen, kunnen ze zelf kijken naar de palm. Kunnen ze informatie krijgen, wandelen, fietsen. En geeft het ons de mogelijkheid om ook onderzoek te doen naar de palm. En hopelijk in de toekomst zelfs meer palmen te planten. De Bonaire Sabelpalm is locally known of course as Cabana. And it's not a new species. It's been here for quite a while. And the palm was already mentioned in the second flora of Bonaire. This is the Zak flora, which was made by the Arnoldo brothers. This is the original copy. In the first flora, the Bonaire palm is not yet mentioned, but in the second palm, it's already there. And then still named Sable. So Sable is a genus, it's the family name. But at the time, they didn't know what the species name was. So this is in 1964. and the first inventory on the palms was done in 1979, so much later, by a student actually called Winkelmann. The report from 1979 is still the basis that we use today because it's basically all the information that we had until me and Patrick started doing our own research. 2017, Patrick started his research. During this inventory, the Bonaire sable palm was renamed together with the sable palm from Curaçao, and together it was a new species was named, which was named Sable antillensis from the Antillen. Then in 2019, me and Patrick together did a new research, and we looked at the palms again, at both of those palms, and we finally renamed this species as Bonaire palm, and it got the name Sable logidiana. But of course, for the stability of the population, it's important that we have the mature individuals that spread all the seeds and can do the regeneration. It's an exciting thing to be able to do this fence, build it, because it's protecting something that really cannot be replaced. It's the only place in the world you can find it. So what we did was we came out a few different times and looked at the trees very carefully, and then we figured out what's the right season to come out to find good seeds. We collected those seeds. We've got a bunch of them germinating at nurseries here in Bonaire. We also have a few germinating at my botanic garden in Miami and at other botanic gardens around the world. It's exciting to me because this is an international collaboration. So having that diversity of expertise and diversity of funding sources is really what made this happen. They are growing in a very, let me say, particular area on Bonaire. A lot of stone on the floor. Yeah. Why? There's a very small elevation difference. Like as you're coming out to the site, you notice there's sort of a cactus forest. Then there's an area that's a little bit lower elevation. Then you get here, it's actually maybe a meter or so higher than some of the other areas. We have to do further studies and more research to figure out exactly why it prefers this location. It's something I'd like to see is for this palm to be thriving all over the island in every kind of habitat, and so people can really appreciate it. So the basic way to protect it is to build that fence. You did tell us about like kind of a step in the trees. What was that about? So many, many years ago, they carved those steps into the trunks. Those are designed or put in so people could climb up to the top of the tree and cut leaves off. And they would use that to make roofs on little structures that they have outside, like a little shade hut or a tiki hut or palapa. And that was a practice that was sort of abandoned about 40 years ago. But it's interesting, these trees are so old that they still have those steps in there from the mid-20th century. Pretty fascinating. The good news is people don't do that anymore because there's other sources for that leaf. And that's very important because if you do that too often, it can actually kill the tree. This, as far as we know, is unique to Bonaire. Only on Bonaire do the palms have these little lines like this that are made out of these little bumps. So when you go to Curaçao, you don't see it as much. When you go to other islands, it's not common. But on Bonaire, every single palm has these little bumps like that. And when we saw that, that was one of the clues that we thought this is a new species, something totally unique to Bonaire. Actually, really recent, the population of the Bonaire sable palm has been listed on the IUCN list of threatened species. So that's the worldwide list where all of the species that are endangered are listed. And now also our own Bonaire palm. I mean, it's a good thing that it's listed, but also it's already listed as critically endangered. As you can see, that is very close to being extinct. So we're really on the threat of extinction at the moment. The impression of the twee gedeputeerden. Ik had het idee dat ze het erg leuk vonden, dat het ook goed was dat ze het een keertje zelf in het veld zagen. Ik ben natuurlijk ook eerder in gesprek geweest met beide heren. Dus ik hoop dat nu ze het gezien hebben, dat ze voldoende zin hebben ook om het hele park te realiseren.
De boodschap is eigenlijk: wees lief voor elkaar. En de verschillen die je hebt met vriendjes en vriendinnetjes, leer daarvan en deel elkaars cultuur, zegt schrijfster Persia Rakers. Zij heeft ons langs op Bonaire het kinderboek Peppy uitgebracht. Caribisch Netwerk. Taaltje komt van Bonaire. Haar papa is een pelikaan en haar mama een flamingo. Dus dan is Taaltje een pelimingo. Sommigen noemen haar een flamikaan. Het is maar hoe je het ziet. Persia Rakers heeft op Bonaire het kinderboek Peppy uitgebracht. Over de avonturen van een vlinder die eigenlijk een clubsandwich is. En daar bedoel ik mee dat zij uit twee werelden komt. Een Oosterse wereld en een Westerse wereld. Zij is niet een halfbloed, wat we in Nederland geneigd zijn te zeggen, maar een dubbelbloed. En een clubsandwich bestaat uit heel veel lagen. Hè? Wat is ham en ei en kaas en brood en friet. En dat is zij ook. Zij is meer dan 1 en 1 is 2. Zij bestaat uit heel veel lagen. En dat wilde ik eigenlijk vertellen. In het boek komen verschillende dieren van Bonaire voorbij, maar het bevat ook belangrijke thema's voor kinderen, waaronder jezelf zijn, maar ook omgaan met kinderen die misschien anders zijn dan jij. Als je samen kleurt, dat je veel mooier wordt dan alleen maar in groepjes van dit groepje hoort bij die en die groepje hoort bij die. En wat denk je dat Bonaireaanse kinderen hieruit herkennen? Ik denk dat ze herkennen dat ze natuurlijk zelf ook de neiging hebben om veel met Bonaireaanse kinderen om te gaan. Zoals Nederlandse kindjes met Nederlandse kindjes omgaan. Maar mijn ideale wereld zou zijn dat er veel meer met elkaar gespeeld werd. En veel meer gekeken werd naar de verscheidenheid. En dat je het fantastisch vindt dat je verschillend bent. Iets anders wat herkenbaar kan zijn voor kinderen op Bonaire is de meertaligheid van de hoofdpersoon. Mijn zusje en ik mengen die twee verschillende talen met elkaar. Dan gebruiken we in dezelfde zin allebei de talen. Als ik een woord niet precies weet in de ene taal, dan zeg ik het in de andere taal. Momenteel is het boek alleen in het Nederlands verkrijgbaar en wordt gewerkt aan een Engelstalige versie. Maar komt er ook een versie in het papiermens? Ja, dat is wel een droom. Drietalig, hè, ook in dit boek. Peppy de Vlinder, dus ik zou heel graag willen dat hij ook in meerdere talen uitkwam. Op de Bes-eilanden is het minimumloon en de bedragen van de uitkeringen vanaf 1 januari met 10% verhoogd. Maar inmiddels zijn de kosten voor elektriciteit 28% omhoog gegaan, is benzine zo'n 30% duurder geworden en zijn de huur- en voedselprijzen gestegen. Caribisch Netwerk met Wietse Koopman van Onkelbom. Ja, op Bonaire is het minimumloon $6 en in Europees Nederland is het minimumloon €12. Kosten voor levensonderhoud liggen hier minimaal net zo hoog als in Nederland, zo niet hoger. Het verschil tussen die $6 en de €12 is absoluut niet uit te leggen. Op de Bes-eilanden is het minimumloon vanaf 1 januari met 10% verhoogd. Voor een 40-urige werkweek krijgt een Bonaireaan nu zo'n $1.045. Consumentenbond Unkobon vindt het onverklaarbaar dat Nederland nog steeds vasthoudt aan een minimumloon dat lager is dan de kosten van levensonderhoud. In september namen de Bes-eilanden nog een motie aan waarin de Nederlandse regering werd opgeroepen om zo snel mogelijk een sociaal minimum vast te stellen, gelijkwaardig aan die van het Europese deel. Daar komt dus in het regeerakkoord, we gaan echt iets aan de armoede doen uitgaande van het eikpunt. Nou, dat geeft weinig hoop voor de toekomst, want dat eikpunt dat wordt alleen bereikt als de kosten met zo'n 30-40% omlaag gaan. En dat gaat niet gebeuren, de kosten stijgen alleen maar. En dat betekent gewoon dat die $95 onvoldoende zal zijn om de gestegen kosten van levensonderhoud te dekken. De bedragen van de uitkeringen, zoals het AOV-pensioen en de bijstandsuitkering, stijgen mee. Maar ook dit haalt volgens Koopman weinig uit. Waar in Nederland bijvoorbeeld een bijstandsuitkering 70% van het minimumloon is, is het hier 55%. En het minimumloon is al zwaar onvoldoende om de kosten van levensonderhoud te dekken. Dus ja, weet je, het zijn druppels op een gloeiende plaat. Het verschil tussen inkomen en kosten wordt alleen maar groter. Ook de kinderbijslag gaat 10% omhoog, maar ligt nog steeds lager dan die in Nederland. Ouders met kinderen tot en met 17 jaar krijgen in Nederland €107 per maand. Terwijl ouders op Bonaire voor kinderen in dezelfde leeftijdsgroep $89 ontvangen. Ja, en daar schermt de regering ook telkens mee van kijk eens hoe we de kinderbijslag hebben verhoogd. Hè. Die hebben we 2 jaar geleden nog weer eens met $20 verhoogd. Terwijl de kosten voor een kind van 0 tot 4 in de buurt van de $500 liggen. Dus ook daar een onverklaarbaar en ook onaanvaardbaar verschil
tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland. Wat moet er nu concreet gebeuren en wat wordt jullie bijdrage daarin? Wij overwegen nu wat wij nog kunnen doen. En eigenlijk zijn we aan het onderzoeken of we niet iets van een gerechtelijke procedure moeten beginnen. Voor deze drie eilandjes is het toch altijd onvoldoende politieke aandacht om echt druk te zetten. Is dat volgens ons nog het enige wat ons te doen staat. Beste kijkers, ik keek naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Charlotte van Irino. Ik wens u nog een fijne avond.